Yep. Hebbers, CJ en Mario, zeg ik het goed? Helemaal yes. Goed. Jongens, sommige mensen kennen jullie al, sommige mensen nog niet. Dus zeg even heel kort wie jullie zijn en waar we hier zijn. Dat. Ja. Nou, ik ben Mario Joosten, ik ben de trotse eigenaar van Sportify Personal Training. Sergej Joep, wonend in Middelburg in de Griffioen. Vanaf juni aangesloten bij Mario. Opleiding behaald, dus meteen begonnen. Ja, en jij was ook mijn contactpersoon. We zitten zo een beetje op Instagram te kletsen. En ja, ik ken jou natuurlijk vooral als een van de medewerkers van Café Bommel. Ja. Daar heb je, hoeveel jaren zit je daar al? Dat is nu mijn zesde jaar. Ja, precies. Dus bijna 6,5 jaar bezig eigenlijk. En nu dacht ik eerlijk gezegd dat je de afscheid had genomen, maar je werkte nog steeds. Ja, nog 2 dagen in de week. Dus nog steeds hype het niet beu. Nee. Hype die wil graag dat ik nog even blijf. En ik vind het ook leuk. Weet je, dat is ook weer een soort hobby. En dat is natuurlijk idem dito met dit. Dit is mijn passie. Dus eigenlijk kan je het niet beter hebben. Ja, nou en dan kom ik hier aan, want dat is, dit was altijd, dan moet ik het even goed zeggen. Het heet nu Sport City, het was. Ja, Fit for Free. Fit for Free, ja. En dus dat is, maar er zijn nog, het is nog wel steeds van dezelfde eigenaars dit. Ja, dat klopt. Zeker. Ja, er zitten investeerders in en zover ik weet, ik weet niet precies in zijn outs, maar is het nog wel, is het overgenomen en is het gewoon in een nieuw jasje gestoken. Zoals ja, maar jullie twee, hè, dus en dan met name, jij bent de eigenaar van het bedrijf, jullie werken dus niet in opdracht van hun, maar jullie maken gebruik van deze zaal. Ja, wij huren de accommodatie en zo kunnen we mensen trainen en coachen. Maar is er wel een samenwerking? Ja, wij geven wel een aantal lessen voor de sportschool, maar voor de rest staan wij er los van. Precies. Dus een soort gewoon inpandig. Ja, het is gewoon een pure blokkatie. Ja, en dan kom ik er net aan, aanrijden en ik zie van die enorme posters staan. Ik denk, het is een bokswedstrijd, maar ik zag dus Sportify is er nou, maar ik zag ook Boxify. En wat stond er nog bij? En Hitify. Ja, dat ziet er. Dus dan geef je ook boksles? Ja, wij geven bokstrainingen, 1-op-1, kan ook in groepsverband eventueel. En Hitify is een circuittraining, een high intensity training. Dus dat is lekker intensief met kettlebells en touwen en dan zetten wij een circuit uit. Okay. En dan aan de hand van wat de klant wilt, in groepsverband of individueel zou ook kunnen. En als ik nou gewoon als beginner bij jullie me meld en ik zeg van nou, wat hebben jullie in de aanbieding, wat zeg je dan? Nou, het is namelijk zo, ik ben nu inmiddels 20 jaar binnen de sportschool te vinden. Ik heb zelf al 20 jaar trainingservaring. Ik ben op mijn 15e ben ik begonnen met fitnessen. Nou, daarna ben ik ook SEALS gaan doen, een sportopleiding gedaan. En op het SEALS moest je een keuzevak gaan maken. Dat was voor mij al snel gemaakt, die keuze. Ben ik voor fitness gegaan. Toen ben ik bij een fitnesscentrum gaan werken, Fit for Hooy in Middelburg. Dat is tegenwoordig Allfit geworden. Ja. En daar ben ik 13 jaar in loondienst geweest. En na 6 jaar ben ik ook pas begonnen met personal training. Omdat ik eerst voldoende tools in mijn rugzak te hebben. Ik wou zelfverzekerder worden, ik wou meer kennis opdoen. Zodat ik mensen zo goed mogelijk kon helpen. Toen dacht ik op een gegeven moment, dit is het moment om te beginnen met personal training. En ik coach mensen echt vanuit passie. Ja, precies. Vanuit kennis en passie. En dan is het fitness. Kijk, wat fitness, dat denk ik altijd gewoon standaard aan de apparaten die ik er net bij binnenkomst ook zag. En van de wat is dat, de pack deck tot bankdrukken tot... De legpress. Maar in deze zaal zie ik echt alleen maar kleine hulpstukken. Ik zie wat schijven. Dus, maar hier geven jullie bijna alle trainingen. Dus wat gebeurt hier dan? Ja, hier kunnen we bijvoorbeeld circuittrainingen doen. En dan kunnen we ook met de klant naar de zaal toe. Maar in de zaal zelf, daar geven we echt personal training. Dus dat trainen we 1-op-1. Wij letten goed op de houding. Wij stellen alle machines in. Ja, we ontzorgen de klant. Precies. Het enige wat ze moeten doen is gewoon hard werken. En goed naar ons luisteren natuurlijk. Dat is het, hè? Werk leveren. En wij zorgen voor de rest. Dus dat is ook weer een stukje beleving. En omdat het beide onze passie is, is het ook makkelijker over te brengen naar de sporter. De sporter beleeft het. Beleeft het echt. Precies. Maar die zijn er best in Middelburg. Er zijn allerlei verschillende dingen. Je hebt mensen die buiten, hoe heet ze ook weer? Van... Ja, bootcamps, alles. Boxen. Maar wanneer kan je nou het beste kiezen voor jullie? Even los van, want jullie zijn natuurlijk heel betaalbaar en dat soort dingen. Sympathieke gasten. Ja. Dat. Maar wat onderscheidt jullie zeg maar, van andere spelers? Wij willen een positieve bijdrage leveren aan iemands leven. Door middel van iemand fitter te maken en dat iemand ook vitaler wordt. Door middel van coaching, mental coaching een stukje. Dus een stukje mindset, een stukje voeding en trainen. En de welbekende stok achter de deur. Ja, maar ik vind het prima als iemand een keer de zweep bij mij overlegt. Maar als je me bijvoorbeeld gaat vertellen van je moest wat minder roken en neem maar eens wat vaker fruit. Ja. Dan voel ik me al heel snel, dat is mijn vrije tijd, hè? Ja. Maar het gaat natuurlijk samen. Ja, eerlijk, kijk, wij stellen wel concessies. Op het moment dat iemand onze adviezen niet opvolgt, is iemand eigenlijk niet te coachen. Ja, precies. Dus wij gaan wel kijken van wat is voor iemand pasbaar. Ja. Dus je moet altijd ergens tussenin uitkomen. Ja.
Je kan niet iemand op een dieet zetten met 1200 calorieën, dat gaat iemand gewoon niet volhouden zien. Nee, precies. Dus en dan gaat de lol er ook een beetje af. Dat is het. Ja. 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 Kijken hoe ik een beetje bij Sportify natuurlijk ben gekomen. Ik trainde hier natuurlijk ook al. Dus het kwam ook niet aanwaaien. Ik kende Mario al van Fit vooral. Dat was toen mijn eerste sportschool. Toen was ik 15, 16, toen begon ik eigenlijk. Waar zat die nou, Fit vooral? Fit vooral zit naast de Basic Fit eigenlijk. Oh, dat is die. Dus ja, precies. Podium. Ja. Ja. Is nu al fit geworden. Ja. Ze zijn een verdieping naar beneden. Precies. Ja, precies. Ja. Dus ja, daar ben ik 13 jaar gewerkt. Ja, okay. Daar ben ik eigenlijk gaan trainen voor het eerst. Dan natuurlijk een beetje gezoekend. Ook weer met zelfvertrouwen te maken. Je wil gaan sporten. Ik heb altijd gevoetbald. Daar ben ik nu tevens mee gestopt, omdat ik mijn focus echt op Sportify wil leggen. En toen toevallig kwam Mario hier. En een aantal weken elkaar al wel wat gesproken. En toen zei ik toevallig, en dat ja, weet je, ik ben bezig met een opleiding. En, tenminste, het ging een beetje zo van, ik wil hier ook graag werken, zeg maar als personal trainer. En toen zei Mario van, nou, misschien moet je dan eens een opleiding doen. En toen zei ik, hey, toevallig ben ik daarmee begonnen. Ja. Dus die heb ik nu ook afgerond. Ja. Stage gelopen om mee te kijken hoe Mario zijn werkwijze is. Waren jullie ook al maten van elkaar? Of, zomaar, In principe niet. Nee. Niet. Wel een Sergei bekend gezicht voor mij. En dat is eigenlijk, ik zit hier nu 1,5 jaar. Ik werkte dan bij die sportschool. Plus personal training, werd te druk. Ben ik naar hier toe gegaan en fulltime voor mezelf begonnen. Precies, ja. Op een gegeven moment liep die agenda zo vol dat ik met mijn handen in het haar zat. Dat ik dacht van dit kan ik alleen niet meer. Toen hoorde ik Sergei dat toevallig zeggen. En zodoende is Sergei bij school. Gewoon ingestapt. Ja. Ben je dan ook ingestapt als kampioen of als medewerker? In principe als medewerker. Dat kan later misschien nog anders. Ja, precies. Dat kan altijd nog. Ja. Over een jaar of 5 kom ik terug. Heb je heel die hut hierover genomen? Dat is zo mooi. Dat je deze weet. Heel goed. Ja, eigenlijk mijn, een beetje mijn toekomstperspectief. In ieder geval, ik hoop dat het gaat gebeuren, is een privéstudie. Okay. Dus kleinschalig, high-end, niet al te groot. Maar echt persoonlijke aandacht gewoon het allerbelangrijkste. Ik wil natuurlijk graag om te laten zien wat jullie doen. Mm-hmm. Filmen, maar jullie hebben zelf een hele mooie trailer van jullie waar eigenlijk alles in zit. Dus met jullie toestemming doe ik die graag hier achteraan plakken. Ja.